Oké, okay. Yes please. Kan het lukken, Pols? Oh, ja, maar anders wisselen we. Oké, jongens, het is 6 februari. Wat voor dag is het? Zaterdag. Zaterdag 6 februari. Zaterdag. Ja. En weet ik veel, ik weet het allemaal niet meer. We hebben vandaag een workout waarbij jij best wel lang bezig bent. In totaal, qua tijd. Qua handelingen valt het elke keer mee. Zal je elke keer een seconde of 30, 20 zal je bezig zijn. We hebben 3 rondes. Je doet max set strict pull-ups. Daarna doe je een max set shoulder presses. Dus strict voor de mensen die dat altijd in de war hebben met een push press. Een shoulder press is een strict press. Dan ga je 20 seconden rammen op een roeier. Heb je geen roeier, op een fiets. Heb je geen fiets, op een ski. Heb je een springtouw, dan ga je double unders doen als je daar goed in bent. Of single unders of speed steps. Of je gaat misschien een shuttle runnetje doen. Van 5 meter. Heen terug, heen terug, heen terug. Zo vaak mogelijk en zo snel mogelijk. In 20 seconden. Dus is altijd wel een mouw aan te passen als het maar een potje cardio is. En de laatste oefening is een L-sit hold. En dan ga je zo lang mogelijk in een L-sit. Vanaf de grond of tussen twee objecten, schaling en alles laten we straks zien. Hoe je dit gaat aanpakken is als volgt. Je start de klok en elke 3 minuten begin jij met een max set van een oefening. Dus op 0 doe je een set max pull-ups. Ben je klaar? Rust je tot minuut 3. Op 3 doe je een set max shoulder presses. Ben je klaar omdat je nu een hoog krijgt, dan rust jij en op de volgende 3 minuten ga je roeien en weer 3 minuten later start je in een L zit. En dat doen we in totaal 3 rondjes. 36 minuutjes in totaal. Nou ja, iets minder, want ja, precies. Je zit niet zo lang in een L zit. Maar goed, in ieder geval ruim een half uur. Voor de strict pull-ups en voor de shoulder press, zorg dat je een geschaalde versie pakt. Of geschaald gewicht pak waarbij jij 10 plus reps kan doen. Dus als het er in ronde 1 maar 7 of 8 zijn, je komt niet over de 10, dan is het echt te zwaar. Dus test dat goed voordat je begint. Met de pull-ups ook zeker meer dan 10 pull-ups. Kan dat niet zonder elastiek. Doe je het met een elastiek, heb je geen elastiek, maar wel ringen. Doe je ringroad, bla bla. Gaan we zo laten zien. Roei heb ik het al gehad. Voor de L-sit zorg dat je in ieder geval aan 20 seconden komt of iets langer. Niet korter. Dan wil ik dat je gaat schalen. Gaan we zo meteen laten zien. Alright. Voor de pull-ups, jongens, weten we allemaal, hangen met gestrekte armen en optrekken totdat je met je snavel nou. Ja, en je kin boven de stang bent. Hartstikke idee. Stel nou dat je de laatste rep, jongens, dat je er bijna niet komt en dat je een heel klein kippie nodig hebt, een kuikentje, zoals Dave nu doet, zo. Dan is dat goed, hè? Maar zodra dat gebeurt, is dat je laatste rep. Nou, probeer wel echt door te gaan tot je echt niet meer kan. Je hebt zeker 2,5 minuten na om uit te rusten. Die hartslag gaat flink omhoog. Goed pompje naar deze bot, ik heb hem al gekocht. Dat voor de gewone pull-up. Stel nou dat jij ringen hebt, dan zou je ring rows kunnen doen. Ja? Hartstikke idee, gestrekte armen. Het lichaam gaat als één unit op en neer. Hoe verder je je voeten die kant op loopt, wat Dave net deed, hoe zwaarder het wordt. Wat je ook eventueel zou kunnen doen, is je voeten eventueel nog op een box. Dat je schouders, als je gestrekte armen hebt en je hak op één lijn zijn, dat is de zwaarste versie. Hoe verder je naar achteren loopt, hoe makkelijker het wordt. Heb jij dat nodig om 10 plus herhalingen te halen, dan lukt dat. Ga je over de 20 heen, jongens, dan is het makkelijk. Dat geldt ook voor de andere oefening die ik zal laten zien. Wat hebben we nog meer? Je zou aan de tafel kunnen hangen. Je zou aan een laken of een handdoek, 20 april 2020, zou je kunnen YouTube hebben. Ja, als kijk ze ook in het andere. Dat zou je kunnen doen. Of je zou eventueel een bent over row kunnen doen met een stang of met een kettlebell of wat voor object je dan ook hebt. Dat zou je ook weer kunnen doen eventueel met een elastiek eronder, zoals we gisteren met de deadlifts hebben laten zien. Zodat je goede vlakke rug houdt en je roeit hem elke keer richting je navel. Ja, zodat je toch een pull-up doet. Dit zou je ook met een gevulde tas kunnen doen, met boeken of zand of weet ik wat, kettlebelletje. Als je maar een bent over row doet, hebben we in ieder geval iets van een row. Je zou ook een elastiek kunnen gebruiken, hebben we die meegenomen? Oh, wow, we staan bij de elastiek. Tuurlijk. Ga je op het elastiek staan. En dan doe je hetzelfde wat je net zou doen. Cool, broer. Ja, dat is een dikke, hè? Ja, dus dat voor de pull-ups, jongens. Kijk, gaan we naar de shoulder press. Dave gaat hem eerst laten zien met een stang. Volgens even gewicht, heb ik niet bijgezet. Is 50 voor de mannen, 35 voor de vrouwen. Ik heb hem zelf geschaald naar 40. En dan kwam ik elke keer rond de 17, 18 reps. Dus voor mij was dat prima. Met 50 denk ik dat ik op een gegeven moment niet meer boven de 10 was gekomen. Vanaf de schouders starten, pressen, hoofd gaat uit de weg. Stang moet in een rechte lijn omhoog en hij eindigt elke keer onder de stang. Ribbeen, buikspier aanspannen, bil aanspannen, finish op slot. We hebben toen niet een discussie gehad. We hebben de vraag terecht gesteld, jij stelde hem aan mij.
Waar start een shoulder press? Schouders? Nou, het ging niet om starten, het ging mij om de volgende herhaling. Ja. Omdat ik vaak zie dat mensen. De start van elke raam. Vaak zie dat mensen dan wel op de schouders beginnen. Wat Dave nu laat zien, dat hij hem rekt op zijn schouders. En dan pressen ze hem omhoog, alles gaat goed. En dan komt hij naar beneden en dan komt hij op het sleutelbeen of tegen de borst aan. En dan hadden we het een beetje over van ja, is dat eigenlijk een legit rep? Ik denk als je lijf raakt met je stang, dan is hij legit. Of nu raakt hij wel mijn sleutelbeen, maar niet mijn schouders. Maar als je dit gaat doen. Dan staat het zo zo. Dan niet. Dus je moet wel een stukje lijf raken. Ik heb er eenmaal hele grote sleutelbeen. Ja, ik snap het. Engelse sleutels zijn het. Keys. Kiesjes. Alright. Je zou het ook kunnen doen met een kettlebelletje. Stel nou dat je niet een stang hebt. Wat ik dan zou doen is een max setje links en een max setje rechts. Ja? Deze laat ik even over. Stel dat je een hele zware kettlebell hebt, dan doe je het met twee handen. Twee handen. Hartstikke idee. Ja, dus dat zou ook nog kunnen. Het ligt er een beetje aan hoe zwaar die is, of je het met één of twee handen moet gaan doen. Maar zorg weer dat je ergens tussen de 10 en de 20 herhalingen uitkomt. Als je helemaal geen materiaal hebt, dan zouden we natuurlijk heel gek kunnen doen met een hands and push-up. Push-up? Ja. Want dan ben je nog steeds aan het pressen. We zouden ook een push-up kunnen gaan doen, een gewone push-up. Zijn we wel nog een duw, alleen een iets andere hoek. Dus dat zou je ook nog eventueel kunnen doen. Roeien, we hebben het net over gehad. Ik zeg heel veel. En hard. Hier hebben we het net over gehad. 20 minuutjes volle bak. Je hebt tijd genoeg. 20 minuten? Ik ben echt niet goed bezig. Goed, hoor. 20 seconden voor calorietjes. Ja? Of ga doubles doen, of ga op een assault bike, of weet ik veel wat je ook hebt. Ga shuttle sprints doen. Doe iets met je leven. Iets van een cardiootje. Dan gaan we naar de. Dan gaan we naar de L-sit. Jongens, Dave die kan dit heel goed op de grond. Maar die heeft een beetje pols-tyfus. Dus die maakt liever even die hoek nu niet met zijn pols. Dus hij gaat hem nu doen op parallels. Dit zou je ook kunnen doen tussen de bank en de stoel. Of laat je kinderen naast je op hun hurken zitten en dan kan je steunen. Zo gestrekt mogelijke beentjes. Krijg je een beetje kramp in je bovenbenen. En dan kan je een lichtgebogen knietje doen. Wat je eventueel zou kunnen doen om dit te schalen, om het wat minder zwaar te maken. Ja, kijk, daar is hij al. Is dit met één of twee gebogen benen te doen. Ik weet niet waar. Ja, dus dan kom je in een L-sit. En dan doe je één gestrekt been. En dan mag je ook tussendoor even wisselen. Prima. Of als dit ook te zwaar is om 20 seconden minimaal te redden, dan doe je een tuck-sit. En dat ziet er zo uit. Dat is nog steeds wel erg demanding. Voor de buikspiertjes. Ja? Dus zorg dat je dat doet. Zorg dat je niet in elkaar zakt met een kort nekkie. Hou een lange nek. Op de grond, een geschaalde versie. Moet ik het even doen? Ja. Ik wil hem wel even uitschoffen. Zou kunnen zijn dat je één hak. Kijk, dit is de normale versie. Gaat het? Ja. Je zou ook één been. Eén been op de grond kunnen houden. Dan wordt dat wat minder heftig. Misschien even op mijn aansteller. En dan probeer je dit minimaal 20 seconden vast te houden. Als dit echt veel te makkelijk wordt, ga dan wel gewoon met twee benen proberen, jongens. Ja, dus nogmaals voor die L-sit, probeer minimaal 20 seconden. Langer is goed, korter eigenlijk niet en we liever dat je het gaat schalen. Heb je alles gehad, begin je weer opnieuw het hele rondje. En na het tweede rondje doe je je derde rondje. Ja, mis zoiets? Nee, zo simpel kan het zijn. Kijk dan, jongens. Spreek je. Later. Krampie.